zelfs tijd om de mensen te laten spelen die vorige week pas ingestroomd zijn. De andere jongens die hebben de woensdag daarvoor hebben ze een wedstrijd kunnen spelen. Dus we hebben een beetje teruggezien bij momenten zeer goed. Zelfs de zaken die we doorgenomen hebben. En dat het allemaal nog beter kan en beter moet. En dat er echt een scherpte er nog moet komen, dat lijkt me ook logisch. Maar dit is de eerste keer dat ze samen spelen. En dan mag je niet ontevreden zijn. Thomas Meunier, zit het daarmee? Weet je daar al iets meer over? Hij heeft een tikje tegen zijn enkel gehad. En moet eventjes morgen kijken hoe dat eruit ziet. Maar we zullen de zaak zeker niet forceren. Dus vooral de wedstrijd hoe voor ons is, dat we wat wedstrijdritme in de benen krijgen. Het is onze tweede match. En voor de nieuweling is het eerste match. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om die speelminuten te krijgen. En het resultaat is natuurlijk mooi. Vooral in de eerste helft stonden er heel veel van die nieuwe jongens op het veld. Jij zat toen nog op de bank. Je hebt het dus ook kunnen bekijken. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel een heel nieuw elftal op het veld eigenlijk. En je ziet dat de coaching was er en alles kan eigenlijk nog beter. Maar het is wel leuk om nieuwe ploegmaats te leren kennen en dan zo met 3-0 de rust kunnen gaan. Het was nice to have a match, a game with my new teammates. And I think it was great. We won the game and we created some chances. You were playing behind Nabil Dirar. How was the cooperation with him? Oh, he's such a great player. He's a wonderful player. So I think it was a good experience for me to play with him. Een nieuw seizoen betekent nieuwe truitjes. En ook dit jaar zien de clubshirts van Puma er weer fantastisch uit. Daarom kan je dankzij Club TV 10 gesigneerde thuisshirts winnen. SMS als de bliksem Puma naar 6565. En wie weet loop jij straks met het gloednieuwe truitje rond. Veel succes!